Deze beschouwing die gaat over mijn dochter en hoe ik het aangepakt heb met allemaal tips voor mannen die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik heb het over mijn eigen situatie niet om mezelf te beklagen of om mezelf op de borst te klikken, de borst te slaan. Maar om wat voorbeelden te geven van hoe je het kan aanpakken. Vanuit de praktijk. Eigenlijk niet alles gaat zoals ik het zou willen. En uh, het gaat ook weer niet zo dramatisch slecht. Er dus, zankt dus een beetje tussenin. Er zijn positieve dingen. Daar komt het op neer. En voordat ik daarmee aan de schang ga met die beschouwing, uh, even heel kort: uh, vind je dit leuk? Is het een onderwerp of zo. Hè? Ik denk, nou dat is het toch wel leuk gedaan? Of de audio vind je leuk of whatever. Hè? Ja, klik op een like of geef een reactie of stel een vraag. Of helemaal mooi uh, wordt abonnee. Ja, dus er is laatst weer iemand uh, abonnee geworden. Ik heb er nu 63. Sinds ik begonnen ben met reclame te maken voor mijn kanaal, heb ik drie abonnees erbij. Dat is wel een stijging van, jawel, 5%. In een periode van een paar weken. Dat is best een hoop. Als dat zo doorgaat, dat, uh, nou, dan gaan we op naar de 100 abonnees. Dat zou mooi zijn. Want wat ik te vertellen heb. Is maatschappelijk belangrijk. Op alle fronten. Dat is wat ik belangrijk vind. Dat hoef jij niet belangrijk te vinden, maar ik vind het belangrijk dat, je, dat jij erover nadenkt. Dat ik mijn mening heb, dat is leuk en je hoeft mijn mening niet te volgen. Dat vind ik niet interessant. Ik vind het interessant dat je er ook over nadenkt. Dat is wat ik vind. Mijn gelijk bijvoorbeeld, dat vind ik al helemaal niet interessant. Ik weet wel dat ik gelijk heb. Op een aantal punten. Maar dan kan je het altijd nog hebben over uh, de manier waarop je gelijk hebt. Of de manier waarop je erover spreekt. Over de wijze waarop je gelijk hebt. Ja, kortom, dat zijn allemaal dingen. En ieder mens moet zelf zijn eigen positie bepalen. Dat vind ik. Dat is noodzakelijk in deze maatschappij. En daarin ben ik niet van mijn standpunt af te helpen. Namelijk dat ik mijn eigen standpunt niet het allerbelangrijkste vind. Maar wat ik belangrijk vind als mijn eigen standpunt is dat iedereen zijn eigen standpunt heeft. Ja. Dat is een beetje contradictoir natuurlijk. Hè? Maar dat vind ik. Hm? Nou, en dan even dan voor degene die nog niet eerder hiermee bekend zijn met deze beschouwingen van mij. En wat ik doe is ik gebruik mijn privéleven, gebruik ik als stof, als voedingsbodem kun je ook zeggen, voor beschouwingen. Want ik kan het wel hebben over uh, uh, zoals een romanschrijver of zo, uh, die gaat dan fantaseren. En die fantaseert wat bij elkaar. En daar stopt hij dan maatschappijkritiek in. Of uh, maatschappijadviezen. Of whatever. Hè? Maar dat vind ik eigenlijk geoude hoeren in de ruimte. Ik lees ook geen romans meer om die reden. Ik denk, ja, ik ben beu. Maar dat doe ik dus niet. Ik neem, ervoor, ik neem voorbeelden uit het echte leven: dingen die echt gebeuren. Met een kopje thee erbij. Dat ga ik nu even pakken. Doen jullie dat ook maar. Ik uh, drink nu thee met uh, berkenextract. Als je het kan betalen hoor, het is vrij duur, dat berkenextract. Het kost uh, 13 euro voor een flesje. Het smaakt best lekker. En dat is om afvalstoffen af te voeren. Mijn huisarts die kwam daarmee toen ik mijn huisarts uh, vertelde dat ik. Een behoorlijke periode, behoorlijk veel alcohol gedronken heb. En toen kwam hij met zijn opmerking als het, het zou kunnen zijn dat jouw lichaam, want ik heb wat, wat klachten, ja, niet dat ik, euh, dat mijn hoofd eraf valt of zo. Noem het maar vage klachten of zo. Hij zei, het is niet de genezen klachten, zo moet ik zeggen. Hij ja, zei, het kan zijn dat jouw lichaam afvalstoffen vasthoudt. En dan berken extract, dat heeft een reinigende functie. Kijk, het is nou een goede tip. Dat is wel duur, 13 euro man voor zijn flessie. Maar het smaakt wel aardig, moet ik zeggen. Doe je een eetlepel door een pot thee. Maar goed, mijn dochter. Ik ben door die moeder de tent uitgezet toen mijn kind tien was. Die was net tien, twee weken. Nou, de relatie tussen mij en mijn dochter was altijd moeilijk als die moeder in de buurt was. En die moeder die maakte die veroorzaakte ook dat het moeilijk was als ze zelf niet in de buurt was. Maar dan hadden we er minder, of ik had daar minder last van. Maar achter de schermen was ze ook op alle fronten bezig om mij als vader zwart te maken. Om een voorbeeld te noemen: wij sliepen in het souterrain. Dat is dus een, 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 we een hele leuke woning. In de spijkerbuurt. En in het souterrain. Daar was het vochtig. Het is onder de grond, half onder de grond. En dat gaf nogal wat schimmeltoestanden. Uh, dus het rook en muf. En mij irriteerde dat, of dat het voldoende irriteerde, dat, dat, ja, dat hou ik dus niet van. En ik was er dus mee bezig om daar wat aan te doen. En die moeder, die. Ja, die kan er ook niks aan doen, maar die kan dan niets anders doen dan dwars liggen. Dat is een beetje raar, maar dat is. Dus... Zij, zij heeft zeg maar, um... ja, de neiging tot dwars liggen. Dus als ze weet, in, in, dat projecteerde ze allemaal op mij. Als ze wist dat ik iets van plan was, dan ging zij proberen om dat te saboteren. Dit denk je van, nou, dat kan toch niet? Dat doen mensen niet? Wel, dat doen mensen wel. Niet alle mensen, maar sommige mensen doen dat. En dat deed die moeder dus bij mij. We alle fronten. Bijvoorbeeld toen de, de lagere schoolmensen uh, van de begeleiding daar, het onderwijs en personeel. Uh, mijn dochter had een jaar overgeslagen. En in, kreeg toen, of ontdekte ze toen, dat ze een achterstand had met rekenen. En er werd aan de ouders gevraagd, aan mij en die moeder dus, om daar wat aan te doen. Met die, in die zin van dat kind bij te spijkeren met rekenlesjes. In de vrije tijd. Dus, hè. Nou, als ik dan bezig was met rekenlesjes te doen, want ik had die rol op mij genomen, dan. Ja, dat kon alleen maar als ik alleen was met dat kind. Als die moeder in de gaten kreeg, dat, dan was zij de was aan het doen of zo. Ze deed bijna niks in huis, maar wat ze dan deden was altijd uren mee bezig. Er kwam bijna niks uit haar handen, effectiviteit. Maar dan was ze er heel druk mee bezig. En dan, dan had ik dus even het moment om met mijn kind wat te gaan doen. Maar als ze dat in de gaten kreeg, dan kwam ze de ruimte binnen waar ik bezig was met dat kind en dan was de rekenles afgelopen. Dat is een patologie van die moeder. Je kan begrijpen dat ik daar ongelooflijk gefrustreerd over raakte. Vooral omdat de relatietherapeut ze een beetje schouderophalend erop reageerde. Ja, ja, sommige moeders zijn zo. Het is jouw vrouw hoor, niet de mijne. Zo wist het. die man had helemaal geen enkel besef van de ernst van de situatie. Uh, heel raar. Duh, duh. Als jij het vermoeden hebt, dus als jij zelf in zo'n situatie zit dat je relatietherapie wil en je hebt het idee dat jouw relatietherapeut misschien die man is en je wil het even zeker weten, dan moet je het me even vragen via een reactie te geven onder uh, dit filmpje. Want ik ga niet de naam van die man noemen, het uh, is niet mijn bedoeling om die man zwart te maken, maar het is een hele slechte relatietherapeut. Die moet je niet hebben. Maar zo hadden we dus ook. Uh, dat ik met mijn dochter bezig was met rekenen. en dat die moeder. Dat, uh, dan uh, was de rekenles gelijk afgelopen. Dus ik moest het heel uh, praktisch allemaal regelen. als die moeder echt buiten beeld was. en dan gaf ik dan even snel uh, rekenles. En met dat souterrain had ik dus. Nou, zullen we dan iets gaan doen aan ventilatie? En dan had ik een heel makkelijk idee voor ventilatie? En toen zei ze: nee, dat wil ik niet. Want alles wat ik dus wilde, dat wilde zij saboteren. Dus toen zei ze zei: nee, dat mag van mij niet. Nou, Oké, okay, dan ging ik erover nadenken en dan verzon ik wat anders. Dat mocht ook niet. En dan ging ik weer over nadenken en verzon ik weer wat anders. Ja, dat mocht ook niet. Ja, en toen was ik zo'n een beetje door al mijn mogelijkheden heen. En toen had ik als laatste mogelijkheid. Want al die andere mogelijkheden, die hielden in dat er ja, met een zaag aan de gang gegaan moest worden of andere dingen. Dat dus je daadwerkelijk dingen gaat veranderen in het huis. Maar dat mochten ze allemaal niet. Het huis moest precies zo blijven zoals het was. Dat was voor die moeder heel belangrijk. Vanwege die patologie die ze heeft, die ziekte. Die persoonlijkheidstoornis, kun je het ook noemen. En toen had ik als laatste dan een oplossing. Dan hoefde er niets te veranderen in de woning. Maar er zou dan een afspraak komen: namelijk dat als wij zouden gaan slapen. Hè, we sliepen in het souterrain: is dat zowel in de kamer van mij en die moeder. als in de kamer van mijn dochter. Want in beide kamers was een klein raampje. Uh, dat dan die twee kleine raampjes open zouden gaan. Dan zou er in elk geval uh, geslapen worden in een ruimte met ventilatie. Vanwege het vocht. In elk geval frisse lucht. Hè? Nou, dat was het aller, allerlaatste wat ik kon verzinnen. Dus alle substantiële oplossingen. Ja, helaas pindakaas. No way, hossé. Terwijl er hele leuke tussen zaten, maar goed, maakt niet uit, geen veranderingen in de woning. Nou, dit dacht ik van nou, dat kunnen we wel doen. Ja. Nou, daar moesten we mee akkoord gaan, ging ze ook mee akkoord. Tijdens het avondeten, nadat ik dat dus met die moeder al helemaal had doorgenomen, zij was akkoord, heb ik tegen haar gezegd van oké. Okay. Dan ga ik uh, morgenavond bij het avondeten. Stel ik het voor. En dan gaan we het met z'n drieën bespreken. En dan nemen we het door met ons kind. Want ons kind, daarvan wilde ik dat zij dat zou weten. En dat zij de verantwoordelijkheid zou dragen dat dat raampje van haar kamer open gaat. Hm? Wij zijn verantwoordelijk voor ons raampje. En zij is verantwoordelijk voor het raampje in haar kamer. Een stukje opvoeding is dat. Nou, dat vond die moeder goed. Dus, nou, ik denk, nou, het gaat helemaal geweldig, hè? En we doorgenomen die avond na het eten. Nou, het kind altijd snapte het allemaal. En toen ging het normaal de leven ging weer verder. En de moeder van het kind bracht het kind altijd naar bed. Tot die moeder weer eens een keer, want deze vrij vaak, of zeker eens in de maand of zo. Dan, Moest ze met mensen, ging ze uit naar het café en dat soort dingen. Ja, ze ging bijna, nee ze ging drie avonden in de week ging ze op pad. Maar dat was dan als het kind in bed lag. Om een uurtje of negen of zo ging ze de deur uit. Maar soms deed ze dat al om een uurtje of zeven s'avonds. Ja, en die ene keer was het weer eens raak en dan moest ik het kind naar bed brengen. En toen denk ik van nou ik ga het even in de gaten houden. Hè? Dus ik de, dat kind het hele bedritueel afgehandeld. Tanden poetsen, pyjama, liedjes zingen, voorlezen, zeg het maar. En ik hou haar dus in de gaten, nou nou moet jij erom denken dat je het raampje open doet. Hè? Deze helemaal niet, ze ging lekker liggen en ze zei nou, nou pap, wil rusten? Ik zei, hé, hey, je bent wat vergeten. "Wat zei ze wat dan? Ik zei, nou, we hadden afgesproken hè? dat jij erom zou denken dat je raampje open gaat voor de frisse lucht. Ja, zei ze, dat klopt wel. Maar mama zei daarna tegen mij. Dat we het een paar dagen zouden doen. En dan hoefde het niet meer. Want het was alleen maar gezeur van papa. Ze had dus gezegd: we doen dat een paar dagen. En dan houdt dat gezeur van papa wel op. Dat had die moeder gezegd. Nou, daarmee was voor mijn dochter de kous af. Nou, we hebben het netjes een paar dagen gedaan. En dan zou dat gezeur van jou wel ophouden. Dus nu hoef ik het niet meer te doen. Dat heb ik trouwens bij de relatietherapeut besproken. Verteld aan de relatietherapeut met die vrouw erbij. En die vrouw werd kwaad, jongen. En die wilde me aanvliegen. Toen ik dus dat aan de, vertelde met de therapeut erbij... Die vrouw werd zo zin boos. Die stoof uit haar stoel omhoog. Die wilde me aanvliegen. De therapeut die greep in. Dus die pakte haar bij haar schouders... Die ging haar terug duwen die stoel en die riep achterom naar mij van uh, begin alsjeblieft over een ander onderwerp want dit kan ik niet aan. Uh, die relatietherapeut dat is een hele slechte relatietherapeut want uh, dat is echt een, een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Want die man die uh, daar moest ik over wat anders gaan beginnen. Dat is allemaal leuk en dan gaan we het hebben over wat anders. Maar ik wilde het niet over wat anders hebben, ik wilde het daarover hebben. Maar dat mag dus niet van zo'n therapeut, want dan gaat de situatie hem. Ja, dus als je zoiets hebt, zoals zo'n moeder, waar ik het over heb. dat kan die therapeut niet aan. Dat je dat even weet. En daarom moet je dus als je een dergelijk geval hebt, niets naar die therapeut. En woon je in Arnhem of zo, in de omgeving, dan heb je de kans dat je naar hem gaat. Want zoveel therapeuten zijn er niet in Arnhem en de omgeving. En wil je het zeker weten, dan moet je me even, dus, um, even contacteren. Dan krijg je mijn e-mailadres, mijn 06-nummer of zo. Dan kan je me even bellen. En geef ik het je wel door. Het is een therapeut met een hele goede staat van dienst. En iedereen zegt dat hij geweldig is. Maar dat is hij dus niet. Hij is, ja, uh, uh, yeah. kan je over wat anders beginnen, want dit vind ik eng. Dat is wat drie keer gebeurd hoor. Dat hij dus tegen mij zei, van, nee, niet over dit soort dingen praten. Nee, 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 nee. alsjeblieft, hou op, hou op, hou op, hou op. Ja, ik, heb dus, ik ga niet naar de relatietherapeut om te vertellen over slagroom en uh, rode rozen. Huh? Ik kom daar natuurlijk om problemen te bespreken. Maar die mocht ik dus niet bespreken. Nou, dan heb je er ook niks aan. Nou, en toen kwam die scheiding en, nou, op zich als mijn dochter dan bij mij was, had ik in elk geval één op één toegang tot haar en kon ik dus met haar dat dingen wel doornemen. Maar die moeder die kreeg, die had dus bedongen via de mediator dat ze twee derde van de tijd, drie kwart van de tijd. Zou zij het kind onder haar vleugels hebben? Nou, slaat het natuurlijk nergens op, maar daar kon ik allemaal niks aan doen. En dan was die verhouding afgesproken, en dan gaat die moeder, die gaat dan daaraan knibbelen, euh, zo goed als wekelijks minuutjes eraf. Hè? Dus wat afgesproken was als twee derde, dat werd 75% voor haar, dat werd 80% voor haar en. Ja, dat was heel vervelend. Nou, en toen kwam er een fase bij mij dat er iets in mij knapte en toen heb ik het op een zuiper gezet en dat zou ik als ik jou was als vader niet doen. Ik mag in mijn handjes knijpen dat ik het er levend heb afgebracht. Uh, sociaal levend van heb afgebracht. Dat ook helemaal fout kunnen lopen. En dat heeft het dan net, net, net niet gedaan. Maar dat moet je niet doen. Dat, dat zou ik niet doen. Ik heb er geen spijt van. Ik schaam me er niet voor. Maar dat is niet iets waarvan je zegt dat moet iedereen gaan doen. Het was trouwens gulpende gladiator. En 6,5 liters per dag. Basis. Dat is 24 alcoholconsumptie's elke dag. Basis. En dan recreatief nog een beetje eroverheen. Dat moet je niet doen. Nou ben ik in de loop van dit jaar gekapt met die consumptie van alcohol. Ja, en dat is ook iets waarvan ik dan kan zeggen: van kijk, dat ik het gedaan heb is. Uh, niet dat ik het had moeten doen, ik wil het niet goed praten of zo. En ik ben iemand die tegen zichzelf kan zeggen, nu is het afgelopen. Van de een op de andere dag, gewoon bijl erin, klaar. Zonder therapeut, zonder pillen, helemaal niks. Terwijl ik in hoeverre het alcohol wegstouwde per dag... die staat bij het uh, consultatiebureau voor alcohol en drugs... of hoe ze tegenwoordig ook maar heten... Die staat voor alarmrode, alarmfase, niet rood. Nee, paars. Met drie alcoholconsumpties per dag ben je al probleemdrinker. Ja, ik zit op, ik zit op 24 basis. Soms wel 26 27. Dus dat moet je niet doen, en. In die periode ging het contact met mij, tussen mij en mijn dochter, wat al zo was dat ze... Ja, dat was in die tijd al zo, 10% van de tijd was ze bij mij. En, en dan heel erg naar de moeder toe trekken. Dat is altijd zo gebleven. Toen had ik er genoeg van, zeg maar. Maar begin dit jaar, ergens in maart, april... Toen is de zaak weer veranderd? Ik ben gestopt met drinken. En ik heb het contact met mijn dochter weer heropend. En mijn dochter zegt: ja, ik moet er wel een beetje aan denken, aan, aan wennen dat je nou niet meer drinkt. Nou, dat is maar de vraag natuurlijk. Want um, ik, ik heb niet dertig jaar lang gesopen. Zo, dat, het was maar twee, hooguit drie. Hoog uit drie jaar, twee jaar. Hoog uit drie. Dat ik zoveel dronk. En ik heb geen kwaaien dronk. En ik ga niet met meubilair gooien. En. Nou, zo erg was het dan ook weer niet. En voor die tijd uh, trok ze het toch al naar de moeder toe. Dus als het dan bij mij was. Dan moest ze elke dag, als ze er met mij sliep, moest ze s'avonds om 8 uur de moeder bellen. Stipt om 8 uur. Hè? Ja. heel leuk is dat. En dan nu is ze dan in. Ze heeft een tijdje een kamer gehad in Nijmegen. En dan heeft ze een smoes gevonden, in mijn ogen dan. Een smoes gevonden om weer terug te gaan verhuizen naar Arnhem. En om daar dan op kamers te gaan wonen. En waar heeft ze dan een kamer gevonden? Ja, bij de moeder om de hoek. Ha, 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 ha. En die kamer, die, uh, die inrichting is nog niet klaar. En dan zegt ze, ja, maar ik heb ook geen rijbewijs. En een auto heb ik nodig, iemand die kan rijden. En dan zeg ik tegen haar, nou, je hebt me helemaal niet gebeld. Hè? Huh? Ik heb de beschikking over een auto. En dan zegt ze: Ja, maar jij hebt tegenwoordig een baan. Dan wat... <laughs> dat, dat, dat valt onder de categorie smoesjes. Ik heb een baan. Ja, nou en. Ik werk geen 40 uur in de week, punt 1. En Ik heb niet een baan in Rotterdam Noord, waar ik anderhalf uur per dag heen moet reizen en anderhalf uur per dag terug moet reizen. Nee, ik heb mijn baan in Arnhem Zuid, voornamelijk. Dus een half uur fietsen, gemiddeld. En dan slaapt ze nu bij de moeder. Ha! Ah, want mijn kamer is nog niet af. Ja, ja. Nou, daar heb ik wat van gezegd. En dan begint ze gelijk zo... Bah, 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 bah. Jij zit mij te betichten voor iets wat ik helemaal niet doe. Dan heb ik tegen haar gezegd, van, nou kind... Het uh, uh, is mijn mening. En ik heb je liever niet de godganse tijd met je moeder over de vloer. Ik wil dat je zelfstandig wordt. En dat is mijn mening. En, nou, punt. En ik wil je niet onder druk zetten om die kamer af te maken, daar gaat het me niet om. Maar ik heb liever dat die kamer af is. Het is dus even een leerzaam momentje voor jou als jij een vader bent die in hetzelfde traject zit of hetzelfde fenomeen heeft. Of dat je iemand kent die in hetzelfde gebeuren zit. Dat kind niet onder druk zetten. En wel aangeven wat je goed vindt en wat je niet goed vindt. Het is niet goed dat een jonge vrouw van 19, dat die vanuit Nijmegen teruggaat onder de rokken van haar moeder. En dan kan mijn dochter dan zeggen: Nou, ik vind het, die woordkeuze van jou vind ik niet terecht. Nee, dat mag allemaal wel. En ik vind het niet goed. Zij had punt één helemaal niet terug moeten naar Arnhem. Ze had lekker in Nijmegen moeten blijven. Of waar dan ook. En ga dan niet als je dan toch terug naar Arnhem komt, want ik heb voor haar nog een andere plek gevonden. En best leuke mensen daar. En dat is dan wat verder weg bij de moeder vandaan en ook iets dichter dan weer bij mij. En dat wil ze dan niet. Nee, nee, maar die, die plek vind ik dan niet leuk. Ja. Ja. Ah. Je hebt het helemaal niet uitgeprobeerd. Er zijn best aardige mensen daar. Dat weet ik. En niet te duur en. Allemaal goed te doen. Maar ze trekt zo naar die moeder toe. En wat heb ik nou laatst gedaan? Dat was best een gave. Want ik heb nu met haar. De deal dat zij dan, zo begon het, dan komt ze bij me eten. En dan gaan we samen koken, voor zover dat nodig is. En dan eten we lekker samen. En zij is dan vegetariër geworden. Nou, dat, dat mag, daar ga ik niet moeilijk over doen. Ik heb er zo mijn gedachten bij, maar dat maakt me niet uit. Hè? Maar zij is een vegetariër geworden. Nou, dat moet er maar. En dan eten we vegetarisch. Dat vind ik ook best. Dan gaan we samen koken. En dan wil ik graag. Uh, ja, wat regelmatig. Uh, ja, dat ze weer bij me langskomt. Hè? Zeker nu ze. Uh, ja, nu ik weet, weet ik toch al een hele tijd. Bij de moeder zit ze een beetje. Uh, elke week was het al. Zelfs toen ze nog in Nijmegen woonden, zat ze echt avonden en avonden bij de moeder. Iedere gelegenheid greep ze aan om terug te gaan naar Arnhem en dan gaan we weer eten bij mama en slapen bij mama. En een... Ja, dan ja, wil ik ook dat ze bij mij langskomt, hè? Je kan zeggen dat ik dan jaloers ben. En jaloezie is in dit geval een gezonde emotie. Gezonde jaloezie, dat is, een, dat is iets, dat moet je dus ook weer een, een goed ding om door te geven, dat jaloezie is helemaal niet per definitie slecht. Daar zit ook iets heel gezonds aan, dat is heel natuurlijk. Want het is toch mijn kind ook. En ik heb liever niet dat mijn kind omgaat met iemand met een persoonlijkheidstoornis. Al helemaal niet in het geval dat het gaat om iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Die, want behalve die relatietherapeuten heb ik een, ik had dat was niet de enige pijl die ik op mijn boog had. Uiteindelijk uh, zijn er dus therapeuten geweest en die hebben dat haar gezegd. Welle, mevrouw, alles goed en wel, maar u heeft een persoonlijkheidstoornis. En daar moet zo snel wat mogelijk aan gebeuren. En je moet dit en dit en dit gaan doen. En tegen die mensen heeft ze gezegd. Uh, als het ware uh, ja, dikke middelvinger van jullie. Ja, dan heb ik liever niet dat mijn kind omgaat met zo'n persoon. Want ze is, ze is. Ja, dat is heel, heel vervelend. Een slechte, een slechte relatie tussen haar en haar eigen kind. En dat komt omdat zij helemaal in de knap zit. En vanuit zo'n pathologie kan je niet op een goede manier de moeder zijn voor je kind. Dus moet mijn dochter ook niet doen alsof mama de best doet. Want dat doet mama helemaal niet. Als die moeder de best zou hebben gedaan. dan had die moeder geluisterd naar die therapeuten. En had ze zich verwitterd bij een instituut om zich te laten behandelen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Nou, toen kwam dus dat eten. En dan, nou, dan ging mijn dochters een beetje van, ja, nou, maar eens in de twee weken eten. Dan, ja, nou, dit is wel erg. Kan het dan niet. Uh... Nou, dan was het eten een probleem. Voelde ik dan, hè? En toen een paar weken terug, toen dacht ik, wauw, ik heb een ideetje. En toen zei ik tegen haar: van, nou, ik heb je nou een tijdje niet gezien. Uh, kom anders even langs en gewoon even langs. Want niks bijzonders. Kom gewoon even langs. Huh? Dan kan je daarna gaan eten, of dan kan je van tevoren gaan eten, zeg maar. Huh? Dat maakt mij dan helemaal niet uit. Maar dan zie ik je snoet weer even. Huh? Dat viel een stuk beter. En een paar dagen later had ze een tijd. denk je mooi zo. En dat was uh, vorige week vrijdag. Ja. Precies een week geleden. En daar had ik, dat was meer een grapje, had ik spullen gehaald voor milkshake. Ik zei: dan gaan we een milkshake maken. Ik speciaal bij de markt uh, bananen gescoord. En bij de Albert Heijn, nou, die had ik al had een doos ijs gehaald. Ik vind het zelf ook lekker, milkshake. En dat warme weer was. Uh, niet dat ik het elke dag eet, maar met het warme weer vond ik het wel lekker milkshake. En dan haalde ik dat wel eens bij de Kentucky Fried Chicken. Maar ja, dat is duur, ja, relatief duur. Zelf maken is een stuk goedkoper, scheelt de helft in de kosten. Ah, hebben we samen bananenmilkshake gemaakt. en een beetje zitten chillen. Wat is ze toen? Hoe lang bij mij geweest? Ik denk dikke uur of zo. Nou, dat is toch best. Dat denk ik mooi zo. Dit werkt dus. En dan had ik weer een geniale. Want ze zit nu op haar stageplek. en dan komt ze. vier dagen in de week. moet ze naar die stageplek toe. En als ze dan terugkomt, dan komt ze hier op Arnhem Centraal. En ik woon niet ver van het station. En dan moet ze terug naar de Spijkerbuurt. En dan langs mij te lopen, dat is dan een stukje om. Maar niet heel ver om. Dan zei ik tegen haar: van, uh, Kom je dan anders een soepje eten? Maak ik een tomatensoep? Nou, daar had ze wel oren naar. Ik zei, nou ja, en wanneer dan? Dan moet ik even naar de markt, dan moet ik tomaten halen. Wel lekkere, verse tomaten. Dan kan je ook halen bij de Albert Heijn, maar het is weer duur. En op de markt, oh, even lekker, twee kilo tomaten of zo. Ja, ik vind tomatensoep ook lekker. En van mijn vriend Wim, Wim aan, heb ik toevallig van de week een paar takjes uh, salie gekregen en een paar takjes laurier uit zijn tuin. Dat is lekker, man. Nou, die kan je heerlijk meekoken met een tomatensop. Dat past daar prima in. Nou, wat andere trucjes ga ik nog doen? Dus een uitje erin, een knoflookje erbij. Een knoflook vindt ze ook lekker. En dan maak ik hem een dag van tevoren en ik doe er een paar aardappels in. Want vermicelli dat kan niet bij haar want ze heeft gluten dinges Dus dat, dat gaat daar niet. Maar aardappel kan prima. Dus dan haal ik wat aardappels. Dat doe ik morgen. Dan maak ik zondag maak ik het soepie. En dan kan die zondagnacht lekker overstaan. En dan maandag, want daar kwam ze dus mee. Ik kan maandag. Ik denk mooi zo. Nu gaan we praten. Want wat is mij dus gelukt met Kijk, waar ligt mijn agenda nou? Ja. Even voor de duidelijkheid. Hè? De afgelopen vrijdag... Dat was 6 september. Nou, vandaag, vandaag is vrijdag de 13e. En dus de komende maandag is het bij mij. Nou... 13, nee, 16 min 6 is 10. Dus voor de tweede keer in tien dagen. Kijk, nou gaan we praten. Zo... Ja, dus zo creatief moet je zijn. En dat is mij dus gelukt. En ik denk, nou, het is mij gelukt en iets wat mij gelukt is, daar heeft een andere vader ook wat aan. En waar ging het dus om? Nou, ik ben ten eerste gestopt met dat suipen. Dat was een hele goede move, natuurlijk, maar dat is zonder meer een heel goed idee. Want dat kan je toch niet blijven doen tot aan je dood, of het wordt je dood. En dan het contact met mijn dochter weer uh, aangezwengeld. Uh, ja, ik had natuurlijk aan haar kunnen vragen, want haar kamer die is tip top op orde, daar kan ze slapen. Maar dat doen we voorlopig nog niet hoor. Dat is ook helemaal niet nodig. Daar kom ik misschien wel een keertje mee. Maar we gaan dat niet overdrijven. Haar kamer is tip top in orde. Keurig bed, schoon beddengoed, nieuw beddengoed. Een keurige kamer. Totaal opgeruimd. Alle rosso is weg. Dus uh, euh, niks aan de hand daar. Nou, de badkamer bij mij is schoon. Dus dat is ook geen enkel probleem. En, huh? Maar dat doen we nog niet. Want, uh, dat komt wel een keer. Maar dan uh, zachtjes. Uh, in het zachte contact. Die kleine dingetjes. Dus dat uh, eventjes komen eten, dat viel al beter. Maar dan niet eens in de drie weken, want dat was dan te veel. Uh, ze heeft natuurlijk ook het sociale leven met mensen van haar eigen leeftijd. Dat is ook allemaal heel druk. Dat zijn allemaal kinderen die doen allemaal die dingen. Dat is allemaal heel goed te begrijpen. En dan nu dus, dat ze uit haar stage komt. En dan gaat ze even langs papa en dan eet ze een kopje soep. En dan heeft ze de hele avond nog voor haar. Kijk, dan gaat het dus heel veel makkelijker. En dan komt dat tempo komt erin. Dat ritme gaat dan veranderen. En dan zou, het, nou, zou mijn eerst volgende streven zijn om tegen haar te zeggen... van: Zullen we over uh, twee weken of zo? Huh? Uh, kom je dan weer op maandag? Huh? Als het goed bevallen is. Een korte contactjes. Ik denk dat dat de beste strategie is. Kijk, jij als vader, je moet in beeld blijven. Dat is ongelooflijk belangrijk voor je kind. Uh, mijn tantes uh, van mijn vaders kant zijn twee zussen en mijn vader is overleden, maar hij heeft nog twee zussen die jonger waren dan hij. Ja, die kennen mijn kind heel goed. En die weten van de situatie, die weten van de patologie van die moeder. En met name zijn oudste zus, die maakt zich zorgen. Want die heeft het al gezien. Dat mijn kind kon naar het gymnasium bijvoorbeeld. En dat mocht niet van die moeder. En die heeft dat geblokkeerd. En toen is mijn dochter van Lieverlee op de Havo gekomen. Omdat die moeder dat zo leuk vond. En toen is op de Havo nog bijna blijven zitten ook. En na de HAVO is ze helemaal niet een, een kekke opleiding gaan doen in eerste instantie, maar ging ze naar de kappersopleiding. Ja, He? een kind met het intellect om naar het gymnasium te kunnen zit een paar jaar later uh, op een kappersopleiding. Nou, toen heeft ze die opleiding, die kappersopleiding halverwege afgebroken en nou, had ze ook dat nog. Ze dus heeft die kappersopleiding niet eens afgemaakt en gewoon een half jaar weggegooid. Maar toen heeft ze in de supermarkt gewerkt. Nou, dat is natuurlijk ook leuk, maar wat je daar leert, dat is ook niet erg veel. Ja? En vet verdienen doet dat ook niet. Dat is 5 euro netten per uur. ha. ha, 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 ha. Nee hoor. En mijn tante, de oudste zus van mijn vader, die, die heeft het allemaal gezien. Oh, 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 oh. En die weet dat die moeder erachter zit. Die moeder wil niets liever dan dat dat kind volslagen afhankelijk blijft van haar. Dat kind is voor die moeder de vriendin die ze nooit heeft gehad. En die moeder heeft wel vriendinnen gehad, maar die pikte haar gedrag niet. Als dus je snapt wat ik bedoel, die, die moeder die heeft een persoonlijkheidstoornis. En die doet hele nare dingen. En die wil de godganse tijd dat alles gebeurt zoals zij dat wil. Nou, ja, dat vonden de meisjes in haar omgeving toen zij zelf klein was. Die vonden dat helemaal niet leuk. Van ja, ik kan wel met jou gaan spelen, maar dan moeten we de hele tijd doen wat jij wil. En ik wil ook een keer dat we gaan doen wat ik wil. Nou, dat wilde die moeder dan niet. Dit vul ik even in hoor. Maar heeft ze mij niet met zoveel woorden opgebiecht. Maar ze, die moeder heeft mij wel verteld dat zij tijdens haar hele middelbare schooltijd... geen vriendinnetjes had. Ja. En zij wijten dat dan... aan het feit dat zij... Uh, met... Uh, toen ze zes of zeven was of zo... is ze met haar ouders verhuisd... vanuit Utrecht... naar een klein dorp op de Veluwe. En dat die kinderen... hun zijn blijven beschouwen als... Allochtonen. Dus en niet van hier. Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Ik ben toen ik 16 was met mijn ouders verhuisd naar Groningen. En daar waren wij ook allochtoon. Wij werden zo genoemd. Hè? Import ook wel. Ja, jullie zijn import. Ja, allochtoon, zeiden ze dan. Jullie zijn allochtoon. Dat werd van ons gezegd. Ja. Maar ik had echt geen probleem met vriendjes en vriendinnetjes. En mijn zus ook niet. Binnen no time waren wij ingeburgerd. Dus daar was meer aan de hand. Dat zij dus helemaal geen vriendjes en vriendinnetjes hadden. En niet op de lagere school. En ook niet daarna op de haven. Dus daar was iets aan de hand. En dan zie ik dus het gedrag van die moeder, wat ik, ik heb dus tien jaar lang met die vrouw, elf jaar lang intensief met die vrouw ben ik omgegaan. En ook na die scheiding moest ik natuurlijk ook met haar omgaan. Ja, dat is niet te harde man. Dus zij had nooit die vriendinnen. Hè? En nu heeft ze eindelijk een vriendin. En dan ook echt een vriendin die precies doet wat zij zegt. Want mijn kind, als mijn moeder zegt, of als haar moeder, die moeder van mijn kind zegt van spring in de sloot, dan doet ze dat ook. Doet precies wat de moeder zegt. Want die bedoelt het allemaal zo goed. Dat is een hele pathologie die erachter zit. En aan mij dus de edele taak om uh, de schade te beperken. En uh, de oudste zus van mijn vader, die maakt zich dus nu zorgen over het feit dat mijn kind is, dan weliswaar, een nieuwe opleiding gestart. HBO, nou, oh, ja. halleluja, dank de Heer. En dan pedagogische hulpverlening. Uh, nou, in elk geval HBO. Maar ja, nu is het maar de vraag of zij die opleiding af zal maken. Want die moeder, die, ja, die gaat er moeilijk over doen. Dus als mijn dochter bij die moeder komt met. Uh, nou, ik vind die stage toch wel erg zwaar. En het is toch veel zwaarder dan ik dacht. En uh, dan gaat die moeder die, die gaat hem uh, vragen. Van oma, oh, vertel er dan eens wat meer over. Oh, is dat weer die man? Die man waar je het vorige keer ook over had. Uh, Gerard heette je? Oh, ja, ik ken dat soort types hoor. Ja, oh. Ja, ik, ja wat moeilijk voor je. Boe, nou ja, misschien dat je morgen anders, maar uh, een dagje thuis moet blijven, want die mannen ze dan weer. Ja, nou, uh, ja, en je voelt je ook niet zo lekker. Nou, blijf jij maar een dagje thuis, hoor, van de stage. Zo is die moeder, hè? Die gaat ieder ding aangrijpen om mijn dochter los te weken van die stageplek en dat ze geen HBO-diploma heeft. Dus met, met de oudste zus van mijn vader die drukte mij ook op het hart van uh, Perry. Jij bent de enige in de omgeving van jouw kind die Ervoor kan zorgen dat jouw kind die opleiding afmaakt. Want die moeder die ligt als een havik op de loer om de boel te saboteren. Die heeft niets liever dan dat mijn dochter straks uh, ja, struikelt, zullen we maar zeggen. En dan kan die moeder vervolgens de rest van de tijd tegen mijn kind gaan zeggen: van ja, je kon die opleiding ook niet doen, hè? Nee. Nee, dat kon je niet, hè? Nee, jij kon die opleiding niet afmaken, hè? Nee, zo ben jij. Je hebt helemaal geen uitzending, geen uithoudingsvermogen, hè? Nee, jij kan niet doorzetten. Ja, dat heeft mama altijd al gezegd, hè? Nee, dat heb je niet. Nou, dan gaan we opschieten, want Gerard komt zo eten. En dan wil ik graag dat je tafel gaat dekken. Zo is die moeder. Je wilt dat kind uh, wat je met een vogel doet. Kortwieken. Als je niet wilt dat een vogel wegvliegt, je kip bijvoorbeeld, moet je hem kortwieken. Moet je die, uh, die slagpennen uit de vleugels halen, dan kunnen ze niet meer vliegen. Blijven ze netjes op het erf. Dat mijn dochter straks die opleiding klaar heeft. En, en ik heb al. Nou, ik weet dat ze na die opleiding. kan ze een masters gaan doen. En als ze dan de masters heeft. dan denk ik dat zij de banen voor het uitzoeken heeft. En wat ik dan zal zeggen tegen mijn kind. van nou, uh, ga jij maar. Uh, uh, kies maar een baan zo hoog mogelijk ergens in een organisatie. En als het is in Utrecht of in Rotterdam of in Amsterdam of in Groningen of Zwolle. Ja, het maakt mij niet uit. Wat mij betreft ga je naar Hamburg. Ja, want zij heeft zo dadelijk een Masters of Science. Ja, die geldt in heel Europa. Ja, ik wil een kind dat de vleugels uitslaat. Nou, die moeder wil dat niet, tuurlijk niet. Dus dat dit is dus voor mij nog een hele weg te gaan. En ik moet het doen met die kleine overwinningen. En wat ik mij nu dus als doel heb gesteld, is om het aantal contactmomenten tussen mij en mijn dochter op te voeren. En Ah, er zijn dus dingen waar ik het mijn haar over wil hebben. En dat doe ik momenteel dus even lekker niet. Dus ik hou het ja, ik hou het lichtvoetig. Heel bewust. Dus ik ben al lang blij dat de laatste keer dat ze hier was, was 6 september. En komende maandag, 16 september, tien dagen later, staat ze weer bij mij op de stoep. Kijk, dat moeten we hebben. En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we tomatensoep eten. En ik heb hier een paar schaakpuzzeltjes voor haar uh, op internet gevonden. En ik heb een paar leuke liedjes voor haar gevonden. Want ze houdt erg van muziek. En dan heb ik liedjes opgesnord. die dan, toen ik zo oud was als zij, die ik toen leuk vond. Want ik hou ook heel veel van muziek, maar, hè, maar muziek uit mijn uh, dinges. En daar houdt zij ook van. Dexys Midnight Runners, bijvoorbeeld. Come on Eileen, ta-da-da-ti-ta-ta-toe, to, -ta -ta. uh, lo ja, vindt ze hartstikke leuk. Ja. En Madness vindt ze ook wel leuk. En, ja. Maar dan kies ik allemaal dingen die, ja, die ik dan heel erg leuk vind. En dan mag zij ook... Oh, maar dan gaan we samen. Dan heb je Roy dat spelletje gedaan. Heel handig met YouTube. Dus ik doe een liedje uh, YouTuben. En dan mag zij een liedje YouTuben. En dan mag ik weer. Het uh. is wel heel simpel. Wel uh, niets aan de hand. En die schaakpuzzeltjes die ik dan voor haar gescoord heb. Ja, tegen de tijd dat zij dan weer komt, dan ben ik alweer vergeten hoe die ging. Dus <laughs> dan zit ik ook zelf te kijken: ja, deze weet ik ook niet meer. Dan gaan we samen kijken. En dan vind ik het wel leuk als zij dan in de eentje de oplossing vindt. Want het is een slimme meid. Schaken is een behoorlijk ingewikkeld spel. En, En ik speel nou schaak met een meisje van 13 uit uh, Uttar Pradesh. Ik denk niet dat je weet waar dat ligt. Maar dat ligt in India. 200 kilometer onder de grens met Nepal. In de buurt van New Delhi. Of in de buurt, India grote. Een meisje is 13 en die is goed, jongen. Hohohoho. Maar ik word ook beter. Ja, mijn dochter zit nog lang niet op dat niveau. Echt niet. Echt niet. Maar puzzeltjes doen. Dan leg ik haar dingetjes uit. En, uh, de schaken is. Het meeste van schaken is tactics, zei dat. Wat zoveel is van. Uh, als ik dit doe, dan kan die ander dat doen of dat doen. En dan, je moet eigenlijk zetten kiezen waarbij die ander zo weinig mogelijk mogelijkheden heeft. Nou, en als die ander dan dat doet, dan kan ik zus doen. En dan kan die ander weer blablabla. Dus een boom van mogelijkheden. En die moet je dan helemaal uitpuzzelen. Dat noemen ze tactics. Dat is uiteindelijk de kunst van het schaken. Maar behalve tactics heb je ook algemene regels. Dus zet je koning niet in de lijn van een ander centoren, bijvoorbeeld, ook al staat er een stuk tussen. Nee, want als je natuurlijk direct in de lijn van een toren staat, dan sta je schaak. Maar stel, er staat een pion tussen, dan moet je het nog steeds niet doen. Niet je koning in de lijn zetten die een toren bestrijkt, ook al staat er een stuk tussen. Dat zijn van die trucjes. Ja, die leg ik dan uit. Gewoon een beetje lief en vriendelijk doen en niet te moeilijk doen. En mijn tijd komt nog wel. En vragen van hoe gaat het op je stage? Vind je het leuk? Ja. En laatst vroeg ik dat aan haar, want ik had er even aan de telefoon omdat ze, ja, om die afspraak te maken voor maandag. En dan vroeg ik dus, hoe was je dag vandaag? Nou, toen kwam er een heel enthousiast verhaal. Kijk, dat moeten we hebben. En dat ga ik dan benadrukken. Als ze dat enthousiaste verhaal aan de moeder gaat vertellen, dan zal de moeder zeggen: Oh ja, nou ja. Nou, schiet maar een beetje op, want Gerard komt zo dadelijk. En ik heb gezegd dat we dan dat en dat gaan doen. Die moeder zal dat niet leuk vinden. Of ze zal er ja, gemaakt op reageren. Maar die moeder kan niet reageren vanuit haar ja, aandacht of uh, dinges. Hè? Zoals ik dat wel kan. Hè? Dat ik als mijn dochter met zo'n enthousiast verhaal komt. Dan, dan ben ik als het ware, uh, uh, zie ik het al voor me hoe die dag is geweest en, uh, en waarom het dan zo leuk was. Dan heb ik al een beeld. Het was ook toen ze zei van ik heb dan een stage daar en daar en dat ik zei van oh, dan gaan we het even opzoeken op Google Maps. En het is dan ergens in Lunteren. En even later, heel toevallig, sprak ik iemand en die kwam daar vandaan. En die zat ook in de zorg. Want ze heeft een zorgstage. En dan zei ik tegen die vent: Ken je dan dat? Ze zei: Ja, dat ken ik. Dat is toch daar en daar. Ik zei: Ja, inderdaad. Dus dan weet ik ook hoe ze moet fietsen. En, ik ben daadwerkelijk geïnteresseerd in dat het goed gaat met mijn kind. Ze hoeft niet bij mij langs te komen om mij bezig te houden. Daar gaat het mij niet om. Ik wil dat zij de vleugels uit gaat slaan. En als, als zij dan, stel helemaal optimaal gesproken... ze maakt een hbo-opleiding af, netjes binnen de gestelde termijn... gewoon geen gezeik, iedereen rijk. Dan denderen we de masters in. Nou, dat kost je twee jaar, hoog uit. Dan houdt ze me even vol. En dan kaboom. En ik denk Duitsland. Ik denk dat dat heel goed past bij haar dingens. En dan een takkenend in Duitsland. Uh, niet uh, in Oberhausen, hier vlak over de grens, of in Kleven. Nee. Hamburg, Berlijn, Ingolstadt, Rostock, Koningsbergen. Dat ze dan, ja, dat, dat zie ik helemaal zitten. Want zij heeft een enorm goed gevoel voor taal. Die, die, dat Duits, dat ramt ze er zo uit. Moeten nog een beetje stimuleren dat ze op Duolingo, Daar zit ik nou voor mijn Hebreeuws, en dat zij dan Duits gaat doen. Maar dat, dat komt dan tegen die tijd wel, hè? Eerst maar eens die HBO-opleiding af, dan die Masters er doorheen. En dan ergens een gave job kiezen. En dan gaan we praten over uh, 4.000, 5000 netto in de maand. Al tegen de tijd dat ze 35 is. Want zij uh, zit op de hinten dat ze de career woman wil gaan worden. Nou, dat vond ik een beetje van uh, slik. Maar ja, als je dan toch een career woman wil gaan worden, ja, dan wel een career. Hè? Een carrièrevrouw dus. Dan wel een career. Nou, dan moet je toch duizenden euro's in de maand uh, verstouwen. En dan moet je vette diploma's hebben. Hoog erin duiken in zijn organisatie. Managementniveau, dat moet ze dan gaan doen. En dan van onderaf naar boven toe werken. Want dat is, dat, zij heeft een enorm talent. Dus waarom niet? Huh? Als je straks je Duits goed beheerst, want haar Engels is vlekkeloos. Haar Nederlands is perfect. Dan heb je dus een Nederlands, uh, Engels en Duits. Ja, dan, uh, en met een Europese titel, dan kan ze overal gaan werken. Oh, ik hoef haar verder niet te zien, snap je? Ik skype wel of het was. Stel dat ze helemaal lekker in Berlijn zo zitten. Een leuke baan. En dan komt ze een of andere Berliner Heinrich tegen. Gegen. Maar skypen we toch wel. Ik heb haar niet nodig. Ik wil alleen maar dat zij uh, helemaal op de rit komt. En dat ze die jeugd, voor zover dat niet leuk was, dat ze dat helemaal achter zich kan laten. En er gewoon nooit meer aan denkt. dat haar herinneringen aan haar jeugd en die problematische relatie met haar moeder dat dat voor haar alleen maar betekent van ja dat was toen zo en eh, daar heb ik een hele leuke opleiding aan overgehouden en goede diploma's en toen een gave baan in Ingolstadt en nu zit ik in Ingolstadt en ik heb een leukste Duitse woning met Duitse groendichtheid en ik heb een voortuin en een achtertuin en allebei staat een fruitboom. Een obstboom. Ja, toch. Ja. Het is haalbaar. Nou, en ik hoop dat andere vaders hier wat aan gehad hebben. Ik heb inmiddels mijn thee op, dus ik uh, ga me lekker druk maken over een uh, volgende pot thee. En nog even mijmeren wat ik dan precies in die tomatensoep ga doen. Tja. Nou, ja, dus een kind moet toch een beetje lekkere eten krijgen, vind je niet? <laughs> ja, komt wel goed. En ik zeg op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lievers. En vergeet je kinderen niet.